Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft nog geen overeenstemming bereikt over een tariefsverhoging met de Vereniging van Boothouders van het district Kommerwijnen, VBDC. Volgens minister Albert Jubitana zijn partijen nog steeds in onderhandeling over de aanpassing van de prijs voor een bootrit voor de oversteek Paramaribo-Meerzorg vice versa. De bewindsman maakte duidelijk dat het bestuur van VBDC nog niet met een concrete calculatie op tafel kan komen om het voorgestelde tarief van SRD 15 te onderbouwen. Terwijl ze bezig aan tafel zaten, werd geschreeuwd een tarief van 15 SRD. Maar als je geen rekenmodel hebt waarop ik dat moet gaan toetsen, dan zijn we aangewezen op het rekenmodel van TCT. En dan moeten we eerlijk naar elkaar toe zijn. En ik wil zeker niet ik wil. Ik moet zelf, want dat is een van mijn verantwoordelijkheden. Dat we opkomen voor de sector, dat het boottransport, dat gedeelte goed geregeld is en blijft voor de samenleving. Het is niet geenszins de intentie vanuit het ministerie om de samenleving te duperen. Want op een bepaald moment kregen wij die indruk. Maar de mensen moeten ook de verantwoordelijkheid nemen. Eerst hadden we was er sprake van een x-aantal boothouders die betrokken waren in dat geheel van hey, wij zijn degene die het transport regelen van Meerzorg, Paramaribo, vice versa. Wat bleek, op een ander moment komen er nog meer erbij. Volgens Ansadi, voorzitter van de VBDC, duurt de onderhandeling over een nieuw tarief voor de vaarroute Meerzorg, Paramaribo te lang. Ze gaf aan dat het voorgestelde tarief van 15 SRD niet definitief is vanwege de onstabiele economische situatie in het land. Daarom is het moeilijk voor de boothouders om met het definitieve prijsvoorstel te komen. Zoals ik naar de boothouders heb geluisterd, ja, want samen met de overige bestuursleden, want dat technische deel, helaas, ik heb weinig tijd, dat het 15 zou nog te doen. Maar het probleem waar ze mee zitten, precies zoals de houtsector, je kunt niet van de houtsector verwachten om een prijscalculatie te maken, zeker voor een periode van de komende tijd, vanwege die onstabiele koerssituatie. Want het voorbeeld, zoals zij aangaven vandaag in een meeting, is precies ook bij de boothouders. Gaan ze een prijs bepalen, laat mij een voorbeeld nemen, aan de hand van de verhoogde benzine, onderdelen, noem maar op, dat ze op 15 SRD. De volgende dag gaan ze onderdelen kopen, is het verhaal heel simpel. Meneer, die prijs wat u van week voor, ik noem maar een bedrag, 1000 hebt gekocht SRD, ligt nu bij 2000. Reagerend hierop gaf minister Albert Jubitana aan dat voorgestelde tarieven goed en duidelijk onderbouwd moeten worden. Het is de taak van het ministerie om de belangen van de boothouders en de samenleving te behartigen. Daarom moeten partijen op basis van eenduidigheid onderhandelen, zodat er een win-win situatie ontstaat voor iedereen. Maar we kunnen niet vanuit bepaalde zaken een natte vingerwerk zaken gaan aanpakken. We moeten het wel heel met een gedegen onderbouw naar de samenleving toe. Want uiteindelijk gaat de samenleving voor betalen. En nou wat krijg je? Het ministerie heeft haar werk niet goed gedaan. Maar het ministerie zoekt naar een gedegen basis, werkt naar een gedegen basis. Van hier, dit is ons vertrekpunt naar de samenleving toe. En als die uitbleef, dan neemt het ministerie de verantwoordelijkheid om dat te doen. En dan krijg je allerlei meningen daarbuiten. Dat mag. Iedereen, ala mijn viering, dus ik ga dat niet wegstoppen. Het is een gegeven, maar we moeten wel zaken goed bespreken en zaken ook gaan uitleggen. Niet alleen vanuit afgeven op het ministerie, maar ook zeggen waarin ze tekort schieten.